De tweede editie van TEDx Amsterdam wordt druk bezocht. Er zijn ruim 700 mensen aanwezig, onder wie meerdere journalisten. Dit jaar was er een overweldigende aandacht van de pers, maar er was niet voor iedereen plaats. We hadden ongeveer 100, 150 aanmeldingen van verschillende media. En we hadden op het persbalkon helaas maar 30 plekjes, dus we hebben heel streng moeten selecteren. En een aantal mensen huilend aan de telefoon gehad, maar tot nu toe gaat het goed. De pers luistert en kijkt aandachtig mee. Maar wat zijn hun verwachtingen? Ik ben vooral geïnteresseerd in ideeën die te maken hebben met getting on the same page. Dus hoe we met elkaar de verbinding weer kunnen aangaan en met elkaar doelen nastreven die dat waard zijn. Ik ben van de Groene Amsterdammer, Weekblad. En ik ben hier, ik was er vorig jaar ook bij, eigenlijk vooral vanwege de ideeën. Er komt zoveel voorbij, zoveel ideeën, maar ook een heleboel mensen. Dus voor ons is het een bron van inspiratie. Ik ben van Frank Watching. Ik wil vandaag rapportages maken op ons blog. Ik hoop erg verrast te worden. Ik hoop dat ik uit mijn sokken geblazen word. Om te kijken van wat gaan alle sprekers vertellen? Hoe gaan ze het vertellen? En verrassing. Met nog zo'n 20 TED-talks te gaan heeft Journalistiek Nederland voorlopig nog genoeg om handen.